Ja, welkom broeders en zusters in deze samenkomst ter ere van onze hemelse Vader. Het is geweldig om samen te komen, ook in zijn nabijheid. Want hij geeft ons de kracht om te mogen overwinnen door onze levensreis heen. En ik heb ook hier naartoe mogen komen met zoveel dankbaarheid van zoveel uitreddingen. Wat de Heer iedere keer opnieuw op zijn tijd en op zijn wijze schenkt. Maar ik heb ook mogen leren, ook op mijn leeftijd, dat je moet volharden. Dat je trouw, je moet volhouden. Je moet nooit de moed verliezen. Ga vol, ga door. En daarom heb ik ook een prachtige psalm, geeft de Heer ook op mijn hart om vanuit... eruit te mogen spreken. Want dat is ook zo'n prachtige psalm. Met zo'n heerlijke diepgang. Broeders en zusters. En dat gaat over Gods majesteit. En de wet. En zeggen de wet is vervuld. Allicht hebben we het net gevierd. Ook in het heilige avondmaal. Dat de Heer Jezus door zijn dood en kruis. Heeft hij de wet vervuld. En daardoor is de weg open naar God de Vader. Voor ons allemaal, degene die de Heer Jezus aanroepen en hem toebehoren, mogen we weten dat hij het offer gebracht heeft, dat de weg open is en de wet is vervuld. Maar God is zo geweldig, ook in de schepping die hij ons geschonken heeft. En daar wil ik u voorgaan met de schriftlezing. Psalm 19 in zijn geheel. Psalm 19. En er staat, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake, het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. En toch gaat een prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft er in een tent opgeslagen voor de zon. Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt. Jubelend als een held om het pad te lopen. Van het één einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde. Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des Heren is volmaakt. Zij verkwikt de ziel. De getuigenis des Heren is betrouwbaar. Zij schenkt wijsheid aan de onverstandigen. De bevelen des Heren die zijn waarachtig. Zij verheugen het hart. Het gebod des Heren is louter. Het verlicht de ogen. En de vrees des Heren die is rein. Voor immer bestendig. De verordeningen des Heren die zijn waarheid. Al te gaten, rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud. Ja, dan veel fijn goud. En zoeter dan honing. Ja, dan honingzeem uit de raad. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen. In het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van het verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. En mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots. En mijn verlosser, oh, dat is toch power, dat is toch kracht, broeders en zusters. Dit laatste vers, die vind ik zo prachtig om te mogen uitspreken en ook te mogen beleiden. Want dat is de kracht om te overwinnen. Ik wil u van een praktijkgeval, wil ik ook eerst vertellen waar ik ook persoonlijk ook bij betrokken ben. Er was ook een gezin met heel veel ruzie, een groot bedrijf, zakelijk. En dat liep dus zo hoog op, die onderling tussen broers en een vader. Dat die ene broer uit zijn prachtig huis moest. Hij werd eruit verdreven door omstandigheden. En ik heb wat gebeden, ik heb wat gesproken. En het leek wel of hij tegen een muur sprak.
Maar ik bleef volhouden, want ik had liefde voor heel het gezin. Ik had bewogenheid voor al die mensen. Want ze waren ook vanuit de kerk, dus ze wisten hoe ze hadden te handelen en te wandelen. Maar mensen hebben vrije wil gekregen. En als je dan niet je eigen wil schikken naar Gods woord, gaat het niet goed. Dan gaat het eigen ik gaan regeren. En dan komt er haat en verbittering in de situatie, ook binnen een gezin. En dat mag nooit. En er is heel veel gebeden, ook door andere broeders en zusters ook, ook voor dat gezin. En wat was ik enorm verheugd, en daarom ben ik nog steeds op mijn leeftijd, broeders en zusters. En dan vind ik het bemoedigende voor de ouderen onder ons heen. Weet je wel, dat je geest iedere dag vernieuwd wordt, dat is toch grandioos? Er komt wel een rimpeltje, er komt misschien een paar haartjes vallen uit. Och, wat geeft dat? Ik zeg altijd heel simpel, wat er onder die haartjes zit en onder die rimpeltjes, wat daaronder zit. En dat is belangrijk, want daar moet je mee leven. Maar wat gebeurt er? Afgelopen woensdagavond zou ik naar de gebedsavond gaan, ook in Barendrecht, mijn geboortedorp. En ik wil net uit huis lopen en er komt de betreffende jonge broeder, die komt aan. Hij zegt, ik zit weer in mijn huis, door een wonder is er een verzoening gekomen met zijn andere broer. En in die zakelijke omstandigheden. En ik was zo verheugd. En zijn vrouw was dankbaar. En hij zei tegen mij, Joep, Arie, ik sta uit in de deuropening te kijken. En dan sta ik me eigenlijk te verwonderen dat ik na een paar jaar weer terug ben in mijn eigen huis. Dat het de ruzie bijgelegd is. Ik dacht, heren, ik heb zoveel met mijn natuurlijke verstand gedacht. O heren, het komt niet goed, het blijft maar fout, het blijft maar doorgaan. En in ene keer komt een verandering. Weet je waarom? Omdat wij een bovennatuurlijke God dienen. Dat kan met ons verstand niet begrijpen. Maar daarom wil ik ook zo bemoedigen, ook met voorlezen uit deze psalm. Als je ook persoonlijk ook problemen hebt, je pijn, je verdriet of je berouw of wat het ook mag zijn in je leven. Maar weet één ding, eens zal de zon van de gerechtigheid van onze Heer over je omstandigheden schijnen. En hij zal je erin helpen. Toen ik ook in mijn 43 jaar geleden ook mijn zoontje weg moest brengen van 3 jaar, die overleden was op het bedrijfserf. Was een verschrikking voor mij. Mijn wereld stortte letterlijk helemaal in. Ik dacht, daar kom ik niet meer overheen. Maar door de genadige God en door zijn vertroosting, wat je rechtstreeks in je hart krijgt, ben ik er doorheen gekomen. En ook nog de late verwikkelingen, maar daar ga ik nu allemaal niet over uitweiden, want iedereen heeft een levensboek waar ook moeilijke bladzijden in voorkomen, weet ik. Maar ik wil een voorbeeld stellen. Hou vol, vol hart. En we leven nou in een tijd, broeders en zusters, waar zoveel misleiding is. En zoveel eigenlijk, dat je zegt, oh dat is niet eerlijk. Want diegene die verrijkt zijn ten koste van een ander. In de politiek, in het praktische, op het financiële vlak. Het gebeurt zoveel om je heen. Maar weet één ding, wij zijn hier pelgrims. We zijn op reis op mijn huis in de polder. Waar ik 17 jaar geleden heb mogen verhuizen. Van Barendrecht naar Nieuwe Tongen op Goeree-Overflakke. En ik mag er wonen in de polder. Maar op het huis lag de Heer op mijn hart. En de naam is geworden Maranatha. Jezus komt spoedig. En zo moeten wij, want we zijn hier op weg. Niet zomaar. Nee, we hebben een bestemming. We hebben een doel als het goed is. En als je de Heer toebehoort, dan weet je wat je bestemming is. Mijn lieve vrouw is ook 11 jaar geleden door de Heer thuis gehaald. Maar ik weet één ding. Eens is ook mijn leven hier op aarde ook ten einde. Maar dan mag ik naar huis. En daarom moet u ook weten waar uw bestemming ligt. Daarom moet u ook Jezus aannemen als uw redder, als uw Heer, als uw verlosser. En als je die aanneemt, dan mag je weten dat je paspoort getekend is door het bloed van Jezus Christus. Nou, dat is toch een rijkdom. En dan hebben we hier pijn. We hebben hier beproevingen. We hebben hier moeite. Echt wel.
Het is allemaal niet vanzelf dat die wind altijd maar heerlijk in je rug waait. En waar ik woon in de polder, daar is het altijd, omdat ik op de eilanden woon, vrij winderig. Want de windmolens zijn mijn buren. En u weet, windmolens, die zetten ze op plaatsen waar het waait. Nou, het waait heel veel bij mij. Maar ik hou van de wind. Weet je waarom? Maar God is ook in de wind. En hij geeft de kracht om ook door die wind heen te gaan. En als je dan in omstandigheden verkeert, broeders en zusters, dat je zegt, oh, ik heb de wind helemaal tegen. Wat moet ik nou toch moeilijk leven op dit moment? Wat is het toch moeilijk? Maar als je dan gaat beseffen wat we net ook gevierd en ook herdacht hebben, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, die heeft al de pijn en vernedering en al de geesteling en ook de uiteindelijk zijn leven aan het kruis gegeven. Als je dat gaat beseffen, dan valt al onze zaken waar wij nog moeite of pijn of verdriet hebben, vallen weg in het licht van het offer wat onze Heer en Heiland voor ons gebracht heeft. Want daardoor is de weg open naar God de Vader. Dat is toch geweldig? Zo'n rijkdom te zijn op weg. Maar daarom is het sluitvers, ja, dan ga ik gelijk te snel en eens het eind en dat wil ik niet. Want ik wil eerst ook zo mooi vertellen van de schepping, waar we het ook over gelezen hebben in dit gedeelte. Als je kijkt op het eiland, de tulpenvelden, over die voor naar Noord-Holland, Goeree of Flakkee, staan ook volop tulpenvelden, prachtig in bloei. En als je die schepping ziet, waar zoveel mensen door geboeid worden en fotoseries over maken, over de schepping. En weet je wat zo geweldig is, broeders en zusters? De schepping, dat die gaat dag en nacht door. Wij hebben af en toe even rust nodig met een etmaal, dat we even tot rust moeten komen. Onze eigen armen mag strekken en onze oogjes mag sluiten. En dan moeten we niet leggen draaien in het bed. Nee, je moet zeggen, Heer, ik ben in uw hand. En je gaat gewoon op bed leggen en je ogen dicht in gaan slapen. Punt uit. En niet iedere keer dat gemekker of tegenhouder, gewoon doen wat je hoort te doen. En als ik ook thuis kom, weet ik gewoon wat mij te doen staat. En je zou best een enkele keer hebben, gebeurt mij ook, dat je wat eerder wakker bent. Geef niks, niet verkeerd. Want juist als je dan ook legt te denken en te bidden. En Heer, geef me raad in zaken waar ik nu mee geconfronteerd word. Want ik ben begonnen met zo'n prachtige getuigenis van deze man waar God uitredding in die situatie geschonken, die met zijn vrouw weer in zijn huis mag wonen, terug mocht keren na 2 jaar. En zo moet je ook moed houden. Hou vol, want Gods woord is ook zo rijk. En ik heb ook een heel bekend vers, dat ik al zoveel keren gebruik in de prediking. Maar ik kan het niet nalaten iedere keer opnieuw te zeggen, omdat ik er zelf ook in beproefd word. Galaten 6 vers 9 zegt zo duidelijk, we moeten niet moede worden om goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, dan zullen we oogsten als we volharden. Dat is de sleutel. Je moet volharden om door te gaan. En daarom is er ook altijd gebeden voor deze familie waar ik net ook aanhaalde, waar nou dit wonder ook weer in geschied is. Er is een hoop gebeurd, maar verwacht wonderen, omdat we een bovennatuurlijke God mogen toebehoren en mogen dienen. En als je dat goed gaat beseffen, dat je ook, we hebben ook gezongen toen, wat eerst een loflied naar de Heer toe. De koning komt. Ja, dan weet ik wel, er wordt er geglimlacht als broeder de koning mag spreken. Allicht, en ik heb er ook zelf ook humor over. Maar alle eer komt onze hemelse koning toe. En daar, want u bent allemaal, hoor. Ik mag het zo heten in mijn natuurlijke naam. Maar weet je wel, dat u allemaal koningskinderen bent, ieder die de Heer Jezus aangenomen heeft. Je bent dus gefeliciteerd. En doordat je koningskinderen bent, ben je erfgenaam in de hemelen. Dat is toch fantastisch? Dus je bent schatje rijk. Al denk je dat je nou een arme sloeper bent. Maar voor de toekomst ben je een schatje rijk. Want de wereld en al haar begeren en al haar lotto's en al haar toestanden, wat er allemaal de mensen op gefocust zijn, gaat allemaal voorbij. Maar Gods koninkrijk gaat nooit voorbij in zijn heerlijkheid. En daar moeten we op gefocust zijn. Zeker in de tijd waarin we nu leven.
En als je ook naar buiten kijkt, naar de schepping. Ik heb net over die tulpenvelden, die koolzaadvelden, die nou in bloei staan. Maar ik kan ook kijken naar wat de Heer mij nog geeft met mijn zoon, de gewas op het land. Als je kijkt naar het tarweveld, en er staat prachtig te groeien, mooi groen. En als je vanuit huis kijkt, je kijkt over de schepping, je kijkt over het begin van het tarweveld, wat op weg is naar de oogst, eind juli. Dan is de oogsttijd voor tarwe, eind juli, begin augustus. Nou, dan vind je het toch prachtig. Maar weet je wat hij doet? Omdat je al naar die oogst uitkijkt, ben je bereid om offers te brengen. Om de gewas te vertroetelen, te verzorgen, te bemesten. En ook voor de ziektebestrijding. Op alle terreinen probeer je alles aan te doen. Gewoon, je bent al gefocust op de oogst. En als je daarop gefocust bent, op de oogst, ben je bereid om een offer te brengen. En daarom is het ook zo. Ook met zaaien en oogsten, in principe. Als een boer moet ik ook eerst zaaien, investeren. Je moet ook veel geld en moeite en zorg besteden aan het begin van het gewas. Met zaaien, met planten, op alle terreinen. Weet je waarom? Wij verwachten de oogst en wij mogen zaaien. Maar de oogst is van onze hemelse Vader. Want die geeft de oogst en die geeft de ontwikkelingen en de zegen erin. En wij in Nederland, weet je wel, dat wij nog zo rijk gezegend zijn. De wereld om je heen staat eigenlijk in vuur en vlam. En die schudt en wankelt letterlijk wat we pas in Nepal en de Mount Everest weer gezien hebben. Wat er gebeurt voor ramp over de aarde. Hij schudt en wankelt. Ook een hoop morele waarden die schudden en wankelen. Maar op het ogenblik in Nederland hebben wij nog voldoende voedsel. En dat is ook een grote rijkdom. Want als je geen voedsel hebt, krijg je honger, dan wordt het moeilijker leven. Omdat ons lichaam, dat vraagt ook voedsel, broeders en zusters. Maar die krachten in de schepping, die zijn zo groot, dat is niet te begrijpen. Wij kunnen computers hebben, we kunnen apps hebben. Ik geen verstand van, maar je kunt nou het woordje uitspreken. Apps en drones en satellietbesturingen, alles kun je hebben. Maar als de stroom uitvalt en er zit geen spanning op, doet het hele gekke ding doet niks. Helemaal niks. Daarom valt er heel veel zaken in Nederland. Als de stroom uitvalt, is de ontreddering groot. Zit de mens halverwege de flat en de liftje vast. Ja, dat ding doet ook niks meer. Nou, daarom is het zo belangrijk dat je gericht bent op wat echt kracht hebt. Wat echt belangrijk is. En dat is Gods woord. Gods woord. Broeder, zussen, dat is vast en zeker. En er gaat zoveel kracht en bemoediging vanuit. En daarom ook, vind ik het ook zo mooi om die laatste tekst met zoveel overtuiging ook uit mag spreken. Omdat er zo'n geweldige zegen ligt, ook hierin. Maar wij kijken ook uit naar al die zaken waar we nu op dit moment ook allemaal mee te maken hebben. Ik kan het ook niet begrijpen. Met de satellietbesturingen, als wij een trekker over het land laten rijden en die is verbonden met de satelliet die helemaal heel hoog in het heelal zit en dan moet ik mijn arm over elkaar houden, waar ik helemaal niet gewend ben. Ik ben gewend mijn leven lang zelf te sturen. Nee, nou moet ik mijn arm over elkaar houden, want de satelliet die bestuurt met de techniek de trekker. En dat loopt recht. Heb ik nooit zelf kunnen doen. Nee, een satelliet dat is grandioos. Op een paar centimeter nauwkeurig rijd je allemaal recht. Nou, het is oogstrelend. Ja, ik ben natuurlijk een boer voor om dat zo aan u te vertellen. Maar als je al die rechte rijen ziet van graan, van al de bedden die gevreesd zijn, van aardappelen, van witlofbedden. Oh, het is een feest om te zien gewoon. Zo mooi recht. En begrijp je? Doe ik het echt niet. Maar het werkt wel. Dat is toch fantastisch? En daarom moeten wij ook in vertrouwen. Op Gods woord vertrouwen. Begrijp je? Doe het niet. Maar God is zo almachtig. Die staat boven alle zaken. En weet één ding. U kan problemen hebben. U kan heel veel moeilijkheden hebben. Het kan heel moeizaam zijn. Maar onthoud één ding. God is groter als de grootste moeilijkheid. En bij de Heer is overwinning. Dus iedere keer kom ik hamer erop in. Vooral bij de jongere generatie hamer ik er ook zo op. Hou vol. Laat de moed niet zakken. Gooi. Veel jongeren die gooien er eigenlijk voor de trein. Of die nemen wat in.
om een eind aan hun leven te maken omdat ze het niet meer zien zitten. Nou, het is toch een verschrikking als je zo ver tot zo'n daad gedreven wordt. Maar de duivel is erop uit. Je moet ook goed het verschil zien, broeders en zusters, tussen de waarheid en de leugen. De waarheid is uit God. Maar de leugen is van de Satan, van de duivel. En die doet zoveel mensen, tracht die de vernieling in te douwen op het ogenblik. Maar ook de ziektemachten zijn gigantisch, wat er om ons heen ook gebeurt. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar wat is het geweldig dat God ook in zijn woord spreekt. Toen de Heer Jezus opvoer, waar we met haast met de Pinksterdag gaan we in gedenken. En toen voer hij op en toen zei hij, ik zal je troosten zenden. Ik zal je de Heilige Geest zenden. En wat is dat een rijkdom? Want de Heilige Geest, die geeft je vrede, die geeft blijdschap. En vrede en rust en zelfbeheersing. Dat is zo geweldig. Maar ook, weet je wat ook zo geweldig is, in de kracht van Jezus naam, dat er ook heel veel wonderen gebeuren in Jezus naam, van de ziekte die genezen, door een wonder wat de medici niet kunnen verklaren, maar het gebeurt gewoon omdat Jezus is ook, die hebben ook voor geboet op het kruis op Golgotha. Ook Jesaja 53 vers 5, kun je zo duidelijk lezen dat hij ook gestorven is en dat hij ook al onze ziekte ook gedragen heeft op het kruis op Golgotha. Dus je moet ook wel vertrouwen. Je moet nooit de medische wetenschap aan de kant zetten. Echt niet. Dat ga ik echt niet hier proclameren. Helemaal niet. Maar bid. Weet dat God machtig is om alle omstandigheden ten goede om te draaien. Dus bidden en dan werken. Dat is altijd nog net zo als ik op bed leg. En ik ben te lui geweest om een tarwe te zaaien. Kan ik bidden tot een ons weegt onder de dekens. Heere, geef me een grote oogst. Nou, ik denk niet dat ik ooit een oogst zal bereiken. Maar ik ben te lang geweest om wat te doen. Er staat mijn geld ook naar u toe. In al uw persoonlijke omstandigheden. Bid, eerst bidden. En dan moet je daden doen. Dat heb ik ook meegemaakt, ook met een hoop andere zaken. Gewoon, je bidt ervoor. Maar dan verlangt God ook daden. Zo is het ook met de Heer Jezus. Dat hij ook zegt van, je moet mij ook aannemen. Maar als je ook kijken naar Matthäus hoofdstuk 6, dat is ook zo'n prachtig gedeelte. En dan kunnen wij ons eigen zoveel zorgen maken, broeders en zusters. Maar als we dat ook lezen, en dat zijn niet mijn woorden, maar dat is Gods woord. En daarom lees ik het zo graag, maar dat is exact en zeker. Er staat in Matthäus hoofdstuk 6, de versen 25 tot 34, heel bekend. Maar het is zo'n realiteit dat u iedere keer weer aan herinnerd moet worden. En daar staat, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of drinken of over uw lichaam waarmedigheid zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En ziet naar de vogel des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet meer een in schuren. En toch voedt uw hemelse vader die. Gaat hij hier verder te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de lelien des velds, hoe ze groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien uw God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want als wij er ook zeggen, niet bezorgd over maken, maar ook over deze zaak, ook over het kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heiden uit. Want uw hemelse vader, die weet dat gij dit alles behoeft. En dan komt er een kernvers, broeders en zusters. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen, die zal zijn eigen zorg hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo is het op dit moment. Er is enorm veel kwaad. Want goed nieuws is op de media
Krant, televisie, geen nieuws, maar slecht nieuws is nieuws. Daarom word je eigenlijk overspoeld met alle ellende en toestanden en bedrog en alle gewoon puur ellende. Maar op, in het nieuws zijn ze weinig lezen op de goede dingen van mensen die door een wonder van God genezing ontvangen hebben. Lees je zelden in de krant. Als er mensen ook goede dingen zijn en met een goed huwelijk naar man en vrouw in een goede harmonie de kinderen godvrezend opvoeden. Hoor je het nieuws eigenlijk niet? Want dat is eigenlijk geen nieuws. Maar dat is fantastisch. Want ik heb zelf, mag ik 5 kleinkinderen hebben. Nou, en dan geniet ik ze weer. Zeker in de jongste van 2 jaar. Een klein zoontje. En als je ook ziet hoe de ventje ook zo aan je hangt. En als je dan aankomt als opa. En dan maak ik af en toe tijd vrij. En als je 73 jaar bent, hoef je niet meer zo hard te werken. Zeggen ze tegenwoordig. Want dan ga je AOW te hebben. Dat heb ik ook. Maar dan mag je ook tijd vrijmaken voor je kleinkinderen. En dan ga je naartoe. En als er zo'n klein ventje van 2 jaar met zijn armpje zo omhoog komt. Van opa, knuffel me, pak me. Nou, is toch grandioos. En ik heb pas nog moeten lachen, broeders en zus, om zo'n klein kereltje. Omdat wij op bedrijf vrijwel allemaal Nieuw-Holland trekkers hebben. En die hebben een blauwe kleur. En we ook een traptrekker van Nieuw-Holland op het bedrijf. Als mijn kleinkinderen komen. Mijn dochter vertelde, we waren pas in de speeltuin en er waren 3 blauwe trekkers en 1 rode. En die 3 blauwe waren bezet en hij komt die speeltuin, de speeltuintje in. Hij kijkt zo, ziet die rode staan, ja, hij ging er maar op zitten, dat was niet anders. Maar toen heb ze, maar wat gebeurt er? 1 jongen die op zijn blauwe zit, die stapt eraf. Als een speer vloog die van die rode naar die blauwe toe. Want dat was zijn kleur. Ik dacht, zo moet wezen voor een christen. Ze moeten weten, de kleur van Jezus Christus, dat is mijn heiland. En daar ben ik verliefd op. En die wil ik hebben. Maar omdat hij wist dat opa ook die kleur heeft, was hij zo gefocust. Hij moest ook een blauwe hebben. Nou, dat is nou een klein kind. Maar zo moeten wij gefocust zijn op Gods woord. En we zeggen, Heer, dat is geweldig, want u draagt ons door moeilijkheden heen. U geeft ons de kracht, u houdt ons vast. En dat, want we zijn op weg met een doel. Want als je ook in een trein of een auto stapt, of een vliegtuig of een boot, dan gaat u toch ook niet eens stappen van ik zie wel waar die landt of waar die aanmeert. Nee, je wilt degelijk een bestemming waar je naartoe wil. Dus wij moeten ook met een bestemming zijn we hier. Daar moet ook Jezus aannemen als onze Heer en Heiland. Nou weten we zijn op reis, op bestemming naar die eeuwige stad bij God. En er zal geen rouw zijn, er zal geen verdriet zijn, er zal geen tranen zijn. Ik heb ook tranen gehad, ik heb ook verdriet gehad in mijn leven. Maar ik kan u getuigen, God is bij machten. Door alles heen om u vast te houden. En vertrouw op hem. En laat de moed niet zakken. En dan kom je alleen met God. Kom je goed aan. Want we zitten in een levensstrijd. En als de levensstrijd niet op de bestemming naar God toegericht is. En dan gaat naar de afgrond. Naar de duisternis. Is het niet goed. Ik heb pas op tegen een man. Die ook nog in contact. Maar zei het ook. Je zit in een levensstrijd. Je hebt nieuw leven nog. En nu kun je een beslissing nemen. Stap over naar Jezus toe, neem Jezus toe. En dan weet je dat je naar de juiste bestemming rijdt. Want Johannes 14, vers 6 is natuurlijk heel duidelijk. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is toch geweldig? Als je dat ook zo mag weten. Dat je naar dat doel toe gaat. Maar ook, dat heeft ook te maken met de eerste liefde tot God en zijn woord. Want dan wilt u altijd ook het goede doen. Ik moet er ook nog zo aan denken aan mijn jonge jaren. Ja, dat is wel heel, heel lang geleden, broeders en zusters, toen ik nog verkering had als een jonge kerel. Ik kan mij, het was vroeger, nou is tegenwoordig heel veranderd, al die zaken. Maar vroeger was het, had je ene woensdag, dat was de woensdag, je mocht je van vrij nemen om naar die meisje nemen of naar je geliefde te gaan. Ik kan mij niet voorstellen, broeders en zusters, dat ik ene woensdag ziek geweest ben. Ik was altijd kindergezond. Weet je waarom? Ik wou naar mijn vrouw, toekomstige vrouw toe. Die wou ik ontmoeten.
En dat is zo geweldig, dat is die eerste liefde. Dan ben je zo enthousiast en dan ben je vurig van geest. Maar dat is niet alleen eraan denken. Nee, je stelt ook een daad, want je gaat er naartoe. Al was het daar bekend. Nu hebben we overal een auto voor nodig in veel gevallen. Maar als je in die toestand verkeert, dan ben je bekend bereid om op de fiets naartoe te rijden. En als we wat ouder zijn, dan zijn ze nog te beroerd bekend om een auto te stappen. Zo ligt het eigenlijk. Maar het gaat erover wat hart vol van is. Dan loopt de mond van over. En als je dat zo gaat doen, he, vanuit je hartsgesteldheid, met die liefde. Nou, en zo moeten wij ook de God lief hebben. En ook zijn Zoon, Jezus Christus, moeten we lief hebben met geheel. Het eerste gebod is zo waarachtig. Het staat ook in de wet. De wet is ook, dat eerste gebod is daarom ook, God moet de lief hebben met geheel ons hart, met geheel ons verstand, met geheel ons ziel, met de kracht, met alles wat in ons is. Dat is het eerste gebod. En zo moeten we ook naar het geloof toe, daar ook van verwachten. Want als je ook niet gelooft, hoe kun je dan verwachten dat je ook uitredding zal ontvangen? Met een genezing of met financieel of in relatie of wat dan ook. Want God die is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken. Daar is hij een beloner voor. Dat staat ook in duidelijk in Gods woord. Maar daarom hebben wij zo die eerste liefde nodig. En daarom ook, en we moeten niet ook altijd te somber spreken iedere keer. Nee, we moeten, wat we ook in het begin gedaan hebben, geloofprijs en de Heer loven en prijzen en hem aanbidden en hem groot maken. En als je dat gaat doen, dan stijg je op en dan stijg je letterlijk al op boven je omstandigheden. Want dan voel je het gewoon, hè, o Heer, door de lofprijzing, dan gaat zo'n kracht vanuit, dan gaat zo'n zalving vanuit. Koning Nebukadnezar, die was op een gegeven moment behoorlijk verwaand, die op zijn dak liep. En hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En hij ging me aan te brallen van overmoed en van hoogmoed. Goh. En, maar er was een profetie uitgesproken een jaar tevoren door Daniel. Van een droom die hij gehad had, dat hij eens als een rund gras zal eten. Maar dat was natuurlijk in de jaren al lang weer zeker vergeten. En hij ging helemaal met hoogmoed. En God die straft hem gelijk. En het werd gelijk een rund en hij at gras. Zo is een mens. Dus stel je eigen nood nooit hoogmoedig op. Maar stel je eigen nederig op van jezelf. Blijf nederig van jezelf. God is degene die u en mij verhoogt. Maar vertrouw altijd op dat wonder. En daarom moeten we zo duidelijk in vertrouwen op Gods woord. Moeten we ook functioneren. En moeten we ook leven. En koning Nebukadnezar die kreeg genade, want toen na 2 jaar mocht hij weer terugkeren in zijn oude heersen en rijkdom. Maar hij was heel vernederd door het feit dat hij 2 jaar als een dier gras gegeten had. En zo is bij God, en hij wil ons ook helpen. Hij wil ons nabij zijn in alles. En als we op het ogenblik kijken, de nood is zo hoog op dit moment. Vele mensen die worden zo getroffen door een hoop moeilijkheden op dit moment. Maar het staat ook in Gods woord. De tijd waarin we nu leven, die is zo ernstig. Jacobus hoofdstuk 3, dat gaat over de kleine tongetje waar we mee spreken. Dat is zo belangrijk. Daar wou ik ook een stuk uit voorlezen. Wat die tong ook allemaal niet kan doen. Want die kan ook zoveel teweeg brengen. Maar er staat ook in Jacobus hoofdstuk 3 de eerste paar versen. En als je dat ook goed tot je doorlaat dringen. Want we hebben wat met die tong. Kunnen we wat kwaad doen? Maar ik zal er u even over een paar versen van voorlezen. Er staat duidelijk in. Dus eerst 3 versen en dan nog een paar versen op het eind. Het gaat over de zonde van de tong. Laat niet zoveel uw leraars zijn. Mijn broeders, gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld worden, zullen worden. Want wij struikelen allen in veelheid opzicht. En wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man. In staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat ze ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun geheel lichaam besturen. En dan vanaf vers 9 tot 12 einde, met die tong, met haar loven wij de Heere en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilverbron zoet water geven. En dat is Gods woord. Dus wees alert op wat u uitspreekt met uw mond. Want u heeft zo gauw iemand pijn gedaan, iemand beledigd of vernederd met uw tong. Maar daarom moet u hem ook gebruiken in positieve zin om altijd goed te doen, goed te spreken. Positief te spreken naar de mensen om ze juist te bemoedigen. Niet zeggen van het wordt met jou niks, want je hebt helemaal dat en dat gedaan en dat komt nooit meer goed. Nee, je moet zeggen, zoals ook, ik moet denken in de geschiedenis ook, van David, ook in de Bijbel, die ook heel wat afgezonden bedreven. Maar weet je wat bijzonder was met David? Hij vroeg altijd vergeving met een oprecht hart. En Saul, die vroeg geen vergeving. Integendeel, die verhardde zijn hart, die werd gaande harder. En mijn Saul ging het niet goed. Maar David was toch een man naar Gods hart, zoals we weten vanuit Gods woord. Gewoon omdat hij met een berouwvol hart zei: O Heer, ik heb gezondigd. En ik maak ook vele ook mensen mee. Ook in het persoonlijke vlak heb je het ook. Dat je ook verkeerde dingen gedaan hebt in je leven. Maar als je oprecht berouw hebt naar God toe, ontvang die vergeving. Terwijl een ander nog na 30 jaar zal vertellen: weet je nog dat je toen nog buiten de pot gedaan hebt? Daar word je nog op aangesproken, op zaken die je daar gedaan hebt. Maar God zegt duidelijk: als ik je vergeef, werp ik die zonde in de diepste der zee. En ik gedenk ze niet meer. Dus daar mag je ook zien, ook zoals vandaag ook, dat we ook komisch kinderen mogen zijn, in hem verbonden. En dan komt er zo'n openheid, dan komt er zo'n rijkdom en zo'n vrijheid. Dan hoef jij niet beklemd te voelen van ik ellendig mens. Nee, God zal je verhogen. En die geeft je ook weer de kracht om door te gaan. Maar het is wel zo, God die laat dingen toe in ons leven. Wat pijnlijk is, wat moeilijk is. Beproevingen staat ook in Gods woord. Beproevingen, die komen ook over Gods kinderen net zo goed. Maar weet één ding, hij wil het goede aan zijn kinderen geven. Hij wil geen stenen geven voor brood. Hij geeft levend brood aan zijn kinderen. En daarom moet hij ook zo, iedere keer, het komt uit de prioriteit wat ik ook voorgelezen heb, ook van het schriftgedeelte, is ook zo belangrijk, de prioriteit, dat we ook de Heere ook iedere keer ook in prijzen en in groot maken. Want de hemelen, die vertellen ook Gods eer, hebben we ook gelezen, het uitspansel ook. Maar dat gaat dag en nacht door. En als je kijkt op het uitspansel, als je kijkt naar de zon, maan en sterren, alle zaken in het heelal, waar we totaal nog geen zicht op hebben, hoe groot het allemaal is. Maar het is enorm omvangrijk, enorm groot. En als we kijken ook op dit moment, broeders en zusters, in China is een land waar ook veel vervolging geweest is. Het is op dit moment wat minder. Maar er zijn zoveel christenen, door de organisatie der Bijbels gebracht hebben, zijn op dit moment in China enorm veel christenen zijn er. En als het zo doorgaat, dan zal er mee in China nog meer christenen zijn als in de rest van de wereld. Want overal worden ze ook aangevallen. En daar moeten we ook bidden. Ook de kracht van het gebed. Wat we ook voor de samenkomst ook gedaan hebben. Om de Heer ook aan te roepen. Dat hij ook met zijn zegen, met zijn nabijheid, met zijn Heilige Geest zo krachtig zal werken. Dat in ieder die hier aanwezig is, dat ze hier niet vandaan zullen gaan. Zonder ontmoeting met Jezus gehad te hebben. En dat er vanuit hieruit weer de wereld ingaan. En de wereld wordt gaande duisterder, de wereld wordt gaande moeilijker. Maar weet dat we kracht zullen ontvangen, want de Romeinen 8,
En in hoofdstuk 8 staat zo duidelijk, van de hoop van Gods kinderen, staat zo duidelijk ook in vermeld, dat hij ook zijn kinderen ook in deze tijd meer kracht zal geven. Want de duivel weet dat hij weinig tijd heeft en die gaat rond als een briesende leeuw. En dat zien we letterlijk om ons heen gebeuren op dit moment. Wat er in het wereld gebeurt, in Syrië, Irak, veel christenen worden vervolgd, ook joden worden ook vervolgd. Dus, maar dat is allemaal op dit moment aan de hand. Maar ga krachtig staan in het gebed en bid voor je broeders en zusters die in nood verkeren. Dat ze ook een uitredding van de Heer zullen ontvangen. En er is ook een voorgelezen schriftgedeelte, dat de wet des Heren is ook gewoon volmaakt, zijn verkwikte ziel. Want als wij Gods geboden ook houden, dan zal het ons ook goed gaan. En dat moet je ook goed onthouden. Maar als wij willens en wetens verkeerde dingen doen, die tegen Gods woord ingaan, gaat het niet goed. Maar wat is dan wonderlijk als we een probleem in de moeilijkheden komen. En we gaan echt het laatste vers zo ons eigen maken. Van mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dat is toch geweldig, zo'n krachtig vers. En dat is uit Gods woord. En als je ons eigen daarop gaat richten. En dan heb je moeilijkheden. Als je weer vernieuwd gaat, kom je ieder in je eigen persoonlijke omstandigheden weer thuis, weet ik. En die zijn voor ieder verschillend. Maar onthoud één ding. Op het eind van ons aardse bestaan moeten we de bestemming hebben naar God toe. Via zijn Zoon Jezus Christus. En dan zal het goed zijn. En op onze levensreis mogen we ook verwachten, door die prachtige kaart heb, met die voetstappen in het zand, weet je wel, dat de mensen ook, dat op die kaart ook, Heere, waar was je toen ik het moeilijk had? Heere, waar was je toen ik verdriet had? En er staan de voetstappen naast het zand. En er is een kaart die ook zo mooi eigenlijk uitspreekt, ook naar Gods woord toe. Want toen je het moeilijk had, maar toen was ik naast je. Toen draagde ik je, toen was ik bij je. En dat zien we altijd niet. Maar vertrouw. Dus onthoud één ding heel duidelijk ook. Ook van vanavond, ook van de woordverkondiging, vanuit Gods woord, vertrouw op Hem en verwacht een wonder en ontvang ook een wonder in Hem verbonden. En daarom wil ik ook vragen, als ik ook straks ook afsluit, dat degenen die gebed nodig hebben voor bemoediging, om ook dat ze met ziekte machten aangevallen zijn, of waar ze ook mee geconfronteerd worden, of voor bemoediging, komt er naar voren, want weet, God is zo bij machte om u te redden uit uw omstandigheden. En dan wou ik ook vragen of u dan even een lied ook wil spelen. 463 van Daal met uw geest neer. Dat is zo'n geweldig lied, want dat hebben we nodig, Heren, dat u met uw geest ook zo krachtig werkt in iedere aanwezige hier, dat ze ook de uitredding zullen ontvangen als ze ook in moeilijkheden verkeren, of waar ze ook mee geconfronteerd worden, dat ze zullen weten, Heren, maar u bent bovennatuurlijk. Een wonder van u is bovennatuurlijk, niet te verklaren, maar het is genade om het te mogen ontvangen, want alleen door die genade bent u behouden. En dat wou ik u meegeven als bemoediging. Hou vol, volhard. En verwacht een wonder van de Heer, want Hij draagt u en Hij is nabij u. Amen.